Ja, het is geen hele felle zon dus. Zit je mij de dikke reet uit te kijken? Zo, bij de handen. Eerst nog maar deze bril op hem moet omhoog brengen. Ik hou in de gaten bij die is. En als die te ver weg gaat, geef ik hem zijn. Ik heb wel wat gevallen daar. Ja, je gaat te ver weg. Even kijken of het goed klinkt. Er zit een radio op. Thank you.
klein voor. Je zit al bijna bij die lamp weg. Nee, voor mij wordt die niet te klein hoor. Alleen maar voor mij wel. Ja, je zit al bijna boven die lamp weg. Ik heb het gevoel dat je veel verder zit. Ja, hij wordt gauw klein hè. Zie je de landweg nou nog? Nee, ik kijk nou weer naar ons toe. Ik zie de boerderij nou links. Zit je er dus niet achter? Jawel, want ik, toen ik ze net draaide, dan zag ik wel dat ik hem ongeveer zo onder me had. Oh, ja. Ik zat er bijna boven. Nou, ik vlieg er gelijk zo. We hebben hem ontspannen. Ja, het is heel rustig zweven, hè. Op de grens van de akker van je bent bijna boven die boerderijen geweest, zag ik het niet. Het is een halve week. Ik zie nou waar wij gaan. Ja, van mijn reiking. Dus dan zit ik ongeveer 400 meter hier vandaan. Dan kom nou weer naar ons toe. Maar je hebt de boerderij bijna. Ik ga nou, ja, ik ga nou aanzetten om recht over het veld heen te komen. Ja. Dan zit ik in het midden van het veld. Ja. Dan kom ik straks ook binnen op een lang. Theoretisch heb je 30 graden crosswind, hè, nu? Ja, ik heb nog steeds goed beeld. Ja, hier zal ik dichtbij nu. Bijna boven. Kom hier zien! Zo, mooi om. Ik zie mezelf nou zitten. Ik zie hier zitten. Dat ik te laag kom? Ja. Ja. Zie je nou de horizon nog? Ja. Op, ik hou de horizon gewoon recht. Dat hij naar rechts gaat, klopt dat? Ja, hij doet het, maar de vlieglijn is toch zoals je aanvalt. Ja, maar je gaat er richting Ekenstein, hè? Ja. Ja, dat was het. Ja. En ik hoor het geluid namelijk van rechts. Ik heb de indruk, waar aan de geluidoordelen vlieg ik rechts van mij weg, maar hij gaat er dat klopt ook, maar jij kijkt naar schuin. Thank you.
ik heb het iets te veel omhoog gezien, maar laat het maar zo. Ik zie hoe die houding snijdt op hier. Ja, als je langs staat, dan wil je niet. Dan moet je nog meer omhoog trekken. Ja, maar dat overtrek ik dan niet. En dan gaat hij met een beetje bij elkaar rijden. Oh ja, nee, dan moet je niet. Ik heb hem nou heel kritisch afgezien. Oké. Okay. Nou, dat is te duur. Alleen, ik vind het echt snel, maar het is een grote plaats tussen. Ik vond dat er weinig wind staat. Ja, het is haast op 3. Dus dan, Dat is wel een ervaring. Dus. Nu ga je naar rechts, dan kom je wel ver weg. Het kan nog wel, maar nee, niet zo. Ik blijf doordraaien. Ik zit nu haast boven die boerderij. Hè? Ja. Dan ga je door. Dan ga je naar het oosten. Met de boerderij, het veld weer in zicht. Ja, daar kom je naar hier naartoe. En dan zie je het hier naartoe. Ja, je hebt het goed voor elkaar. Ja, dat is goed. Maak je hier mee, hè? Dus dan komt hier een kocht uit te blijven. Wat zie je daar vanaf boven? Hier? Nou ga ik in het verlengen van de vloot. Ja. Ja. Dan zit ik in het verlengen van de vloot. En dan hou ik hem ook. Ja, klopt. Je net een keekje wel eens op de kermis. Ja, dat klopt, hè. Ja, omdat ik hem nou heel kritisch gevonden heb om een lange band te kunnen blijven. Ja. En dan achter de keken. Net niet over de spieren, dan moet ik vandoor, de banden sloot. Ik denk nog een metertje of 30 hoog zit, zo te zien. Deze hoogte geeft je geen zin vast. Ga maar van. Ik volg gewoon jouw aanwijzingen. Voor de veiligheid, hè? Ja, dat is het wel waar. De juiste hoek zitten, ja. Waarop je die camera kan tilten. En dan moet ik zo met de neus op de horizon houden. Nou, moet ik anders doen. Je moet kijken waar de horizon is op het moment dat je overtrekt. En als je de horizon dan hoger houdt in beeld, gaat het goed. Maar dan reken je mee dat je probeert op het midden van het veld te mikken. Hè? Niet op het hek.
niet beoordelen hoe laag je zit. Ik zie hem wel, maar je zit vrij laag. Maar een beetje naar links. Een beetje naar links draaien. Naar links. Naar links. Vastgeven. En te laag. Oké. Okay. Geef maar gas omhoog. Och man, wat doe je nou? Omhoog, gas. Down. Nee, oké. Okay. Heb niks in. Ik zie al wat er aan de andere sjaal valt helemaal weg. Oh. Ik kan niet landen op de bril. Nee, hè? Hij staat laag daar, met hek en alles. Op het moment dat ik hem daar schuin naar beneden zag, dook je echt dat bril helemaal weg. En mijn eerste zat je bijna op de grond. En mijn eerste reactie was om gas te geven en rug te geven. Nou, ging goed. Ja, ik heb hem al. Dus landen wil niet op de bril, dan weet ik dat. Maar had je geen beeld meer dus? Nee. Het is jammer dat de onboard niet aan stond. Ja, dat had ik maar kunnen zien, ja.